What's up iedereen, dit is High Five Video. Ben je klaar voor een nieuwe top 5? Let's go! Als je een beetje kunt voetballen, kun je tegenwoordig in no time multimiljonair worden. In Nederland verdient een eredivisie-speler gemiddeld zo'n 281.000 euro per jaar. Maar dat stelt niets voor in vergelijking met de 5 grootste van de wereld. Nummer 5, Paul Pogba. 26 miljoen euro. Geboren op 15 maart 1993 in Frankrijk. Hij tekende in augustus 2016 een contract tot medio 2021 bij Manchester United. Daarvoor voetbalde hij bij Juventus. Manchester betaalde 105 miljoen euro om Paul over te nemen. Daarmee was hij op dat moment de duurste voetballer aller tijden. Momenteel verdient hij 26 miljoen euro per jaar. 22 miljoen is salaris en de overige 4 verdient hij door middel van sponsoring. Nummer 4, Gareth Bale. Hij verdient zo'n 30 miljoen euro. 25 miljoen euro verdient hij door salarissen en diverse bonussen. En die 5 miljoen extra krijgt hij natuurlijk door middel van sponsoring. Hij kwam in 2013 naar Real Madrid. De club betaalde 100 miljoen euro voor hem. Hij was 16 toen hij in 2006 debuteerde bij Southampton. De man is geboren in Wales en hij heeft een sponsoringcontract met Adidas tot eind 2020. En dan begrijp je meteen waarom shirtjes van dat merk zo duur zijn tegenwoordig. Nummer 3, Neymar, 79 miljoen euro. Geboren februari 1992. Hij speelt standaard linksbuiten en tekende in 2017 een contract tot medio 2022 bij Paris Saint-Germain. De Franse club nam hem over van FC Barcelona. De man werkt met sponsors zoals Nike, Red Bull en McDonald's. Al met al verdient Neymar zo'n 79 miljoen euro per jaar. Nummer 2, Cristiano Ronaldo. Die tikte 95 miljoen euro aan per jaar. Geboren in februari 1985. De oudste voetballer trouwens uit onze top 5. Hij verruilde in 2018 Real Madrid voor Juventus. Daarvoor speelde hij voor Sporting Lissabon en Manchester United. Ronaldo heeft een levenslange overeenkomst met Nike. Ter waarde van ruim 1 miljard euro. Ook heeft hij contracten met Herbalife en EA Sports. Hij is de populairste sporter ter wereld. Met 322 miljoen volgers op social media. En dan nummer 1. Ja, er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is Messi met een jaarlijks inkomen van 98 miljoen euro. Hij stroomde in 2004 door vanuit de jeugdopleiding naar het eerste van FC Barcelona. Waar hij in 2017 zijn contract verlengde tot de zomer van 2021. Messi is volgens Forbes de best betaalde voetballer aller tijden. 98 miljoen euro in salarissen en bonussen. En tot zover deze top 5. Wil je meer? Abonneer je op ons kanaal. Gaan we sowieso meer video's maken. Stay safe. Peace.